Nou ja, wij zijn een vriendengroep, 40-45 uit de Achterhoek. En 3 jaar geleden is dat eigenlijk begonnen met de Final Push. Toen hebben we 2 weken lang een evenement bijgewoond, die ook hier doorheen trok, waar wij ook ons deeltje aan hebben bijgedragen. En sindsdien doen we een soort revival. Dus elk jaar rond deze datum, dat ook de Canadezen hier langskwamen, 73 jaar geleden, rijden wij ook weer door Doetinchem om dat te herdenken. Wat is daar eigenlijk de hobby aan? Wat is daar leuk aan? Ja, wat is er leuk aan duivenmelk? Het is leuk om met jouw voertuig bezig te zijn en het is leuk om te laten zien dat het allemaal rijdt en werkt en nog steeds prachtig in orde is. In 2015 hebben ze het bivak in IJsselhof gehouden en toen ben ik eigenlijk besmet geraakt met het groene virus. Dus toen, ik heb de herdenkingsritten meer gereden en na het heb ik zelf een Dodge aangeschaft. Dus ja, dan moet je meer rijden, hè. Want wat is het groene virus, als je het zelf noemt, voor jou? Ja, het groene virus, ja, eigenlijk de voertuigen, maar het hele stukje historie. Het zijn allemaal voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar ook ja, gezelligheid in grote familie eigenlijk. Het is een bond gezelschap. Welke voertuigen rijden allemaal mee? Vandaag zijn er met name de jeepjes, die zijn wel bekend, de kleine voertuigen. Daarnaast de Dodges zijn aanwezig, dat zijn iets groter, een troepentransporter. En er zijn ook enkele vrachtwagens aanwezig, dat zijn de GMC's. En voor de rest hebben we geen tanks of wat dan ook vandaag bij ons. Alleen eentje in het park? Ja, eentje in het park, maar die kan helaas niet meer rijden. Hoe gezellig is het eigenlijk op zo'n dag met z'n allen onder elkaar? Dat is fantastisch. Je kent elkaar nogal goed. Je trekt elkaar de hele dag met elkaar op. En dan ook nog in een kampement blijven met z'n allen. Dus de klok rond, zijn we bij elkaar. En gaat het dan over legeroperaties? Wordt er gesproken over tactieken die vroeger gebruikt zijn? Of is het ook gewoon lekker ouwe hoeren in het hedendaags? Lekker ouwe hoeren over de voertuigen en niet zo over tactieken of wat dan ook.